Times Square entertainment area. Hey, hoe is het met Thijs? Ja, goed. Wat heb je net gezien? Een film van Frans, Leven door het Theater. Ja. Frans Wijs. Ja, ja. Nou, wij gaan nu even naar onze eigen film. Ja, dat, maar die heb je al gezien, hè? Nee, die heb ik nog niet gezien. Heb je die nog niet gezien? Eén zware film per dag is genoeg, zou ik zeggen. Oh, daar komt Sil aan, volgens mij. Is dat Sil? Hebben we genoeg camera's mee? Hebben we genoeg kaartjes? Ik heb 2 kaartjes gekocht. Oh, gekocht? Ja, want we konden 3 kaartjes krijgen. En 1 kaartje kon ik op mijn gastenpas krijgen. Ja, ik had ook nog wel een kaartje op mijn gastenpas kunnen krijgen. Oh. Ja. Het is gebeurd. Ja, dat ook in jouw films. Heel leuk. Ja, jawel. Leuk dat je bent gekomen. Maak je een soort follow-up? Ja, dit wordt de volgende film weer. Oké, waar gaat het nu over? Het gaat naadloos over... Succes. Over succes. Word even tegengehouden hier. Ik weet niet wat de regels zijn. Er zijn erg veel regels hier, heb ik al gemerkt. Ja, sorry, maar de organisatie zorgt altijd dat er iemand erbij is met de regisseur. En ja, als u een pasje heeft, is het überhaupt geen probleem. Want ik kan zien dat u bij de organisatie hoort. Ja, ja. Hoi, ik heb voor zaal 6 de regisseur staan zonder pas. Kan ik gewoon naar binnen of werkt dat? Oké, prima. Dankjewel. Joe. Prima. Kan? Helemaal goed. Buitengewoon. Ja. Heb je nog een schandaal? Ja, of nee? Frans! Je bent binnen. Ik ben binnen, ja. Het is gelukt. Oh. Dan moet ik nog even opnames maken. Ik heb erkend dat wat mij overkomt eigenlijk in een heleboel andere sectoren ook speelt. Ja. Ik wil u feliciteren met een prachtige film en ik denk dat u ondanks uzelf er toch iets mee gedaan heeft, namelijk u zet mensen aan het denken, dus u verandert toch met de film ook de wereld. Ja, ik in de eerste plaats wil zeggen dat ik het helemaal eens ben met die hele manager-idiotie. Maar wat ik me altijd afvraag, ik ben wel een fan van jouw documentaires. Is het vaak zo, en ook in deze documentaire, dat je die ironie aandikt, dat je dus eigenlijk je nog minder positief verwoordt in die films dan je werkelijk bent? Ja, dat is natuurlijk mijn geheim, hè? Ik wil er wel wat over zeggen. Ik vind eigenlijk dat mijn vader veel positiever is geweest tijdens het maken van de film dan dat hij normaal gesproken is. Dankjewel Frans. En dankjewel Laura.
Anita, ja. Wat heb jij gestemd? Briljant. Briljant. En zij ook. Het kon niet verder. Het wou nog lager zitten, zo goed. Verder kennen jullie Frans helemaal niet, hè? Nee. Wij kennen hem. Nee, wij zijn gewoon fan. Ja. Maar bedankt. Fantastisch. Dankjewel. Vond je het dit was het wel weer, hoor.